Theaterfestival Boulevard in Den Bosch is begonnen. Vanaf nu staan de straten van Den Bosch 11 dagen lang vol met theater, dans, muziek en beeldende kunst. Van harte welkom. Om 5 uur vanmiddag was de officiële opening voor genodigden. Die opening moest op de valreep worden verplaatst. Want op een van de festivalterreinen is asbest gevonden. Bij de voormalige mengvoederfabriek van De Heus. Het terrein werd afgesloten en de organisatie moest snel een nieuwe plek zoeken voor de theatervoorstellingen. Ondanks die tegenvaller was er vandaag toch champagne bij de opening. Ja, de opening dus niet bij de mengvoederfabriek, maar op de parade. Daar is ook collega Jan Walen. Jan, die verplaatsing, dat zal een tegenvaller zijn voor de organisatie. Ja, dat was zuur, want dat had toch echt het centrum moeten worden van ja, de verjonging en de vernieuwing van dit theaterfestival. Daar was dat voor bedoeld, daarom was daar eigenlijk ook de opening gepland. En toen stond de organisatie dus ineens voor een enorme opgave om te kijken hoe ze nog konden redden wat er te redden valt. De directeur van het festival, Victorien van Hulst, staat naast me. Tja, u heeft misschien wel een keer gevloekt toen u het nieuws kreeg dat het niet door kon gaan. Geslikt heb ik, en gezucht. En daarna hebben we vooral snel vooruitgekeken. Mm-hmm. En we hebben vooruitgekeken en daarbij ook heel veel steun gekregen. Om 5 uur gistermiddag werd bekend bij ons dat dit aan de hand was. Om 8 uur was er een persbericht. En vanaf 9 uur was mijn mailbox vol, mijn telefoon vol. Met allemaal mensen die hulp en handen, locaties aanboden. En dat is fantastisch. Ja, ja. Want dat terrein, dat was al opgebouwd. Jullie stonden klaar om daar te beginnen. Nou ja, jullie kennen Festivalplein De Parade. Dat Festivalplein was een stukje kleiner, maar was helemaal vormgegeven, bedacht. De feestverlichting brandde, de tap was aangesloten. Ja. En daar zouden we beginnen. Ja. En toen ging het slot op de deur. En dan wil je net voor jongen en ook jonge theatermakers meer kans geven. En dan is net dat jongenscentrum, dat valt dan weg. Ja, het was vooral een plek waar we de samenleving en de kunstenaars samen wilden brengen. Dus niet zozeer jong, maar we wilden het vooral met elkaar hebben over wat kan kunst in deze maatschappij betekenen. Wat nu? Nou ja, een doorstart. We kunnen niet dat plein op een andere plek leggen. Dat gaat zo niet. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat we een groot aantal van de voorstellingen allemaal door kunnen spelen. Ja, en er is 1 locatie met name die jullie nu al kunnen zeggen, hè? Ja, nou ja, eigenlijk 2 kan ik er vertellen. De grote voorstellingen die in de hal geplaatst waren, die gaan naar een oude garage in de Vughterstraat, naar het pompen- en verlauwgebouw, bij veel mensen bekend. Daar staan de grote voorstellingen. En alles wat gaat over ontmoeting en de installaties en de gesprekken tussen de kunstenaars en de samenleving, dat gaan we concentreren in het Maria-paviljoen. Dat is een pand op het oude Grootzieke Gasthuisterrein. Ja. En op welke voorstelling verheugt u zich nou het meest de komende dagen? Ja, ik hoor die vraag vaak. En ik heb een aantal lievelingen. En ik ga u nu vertellen dat ik me verheug op de Nulandse Heide. Op de Nulandse Heide speelt een voorstelling van Theater Artemis en het Rood Theater. Die heet Reuzen. En daar spelen die reuzen, staan daar in die hei, in dat zandgebied in Nuland. Prachtige plek. En daar verheug ik me enorm op. Ja. En dat is maar 1 van de bijna 100 voorstellingen die hier te zien zal zijn op het Theaterfestival Boulevard van nu tot en met volgende week zondag.